Een hele goede dag gewenst. Welkom bij deze tutorial, welke onderdeel is van een aantal filmpjes waarin we een Mad Scientist Lab gaan maken. Dit jaar met Halloween wil ik zeker iets met het hele verhaal van Frankenstein gaan doen. Waarom? Ik denk dat Frankenstein het eerste filmmonster was wat mij intrigeerde. De verschijning van Boris Karloff als het onmiskenbare vierkanthoofdige monster heeft me eigenlijk van jongs af aan altijd wel geboeid. Voor zover dat mogelijk was in die tijd verzamelde ik ook alles wat met Frankenstein te maken had. Ik had zelfs een officiële merchandising pop die eigenlijk heel slecht van kwaliteit was, maar vooral gezien de relatie tot de prijs. Maar weet je, dat boeide niet. Frankenstein heeft me altijd wel geboeid, ondanks dat ik de films met Boris Karloff eigenlijk nooit zag. Want in die tijd had je geen internet, winkels verkochten die film niet meer, want hij was te oud, dat soort dingen allemaal. Dus ik moest het in die tijd voornamelijk van een film hebben die eigenlijk een parodie is, als ook een eerbetoon aan de films met Boris Karloff. En dat was Young Frankenstein van Mel Brooks met de hilarische Marty Feldman. Een geweldige Gene Wilder en ja, het is een film die ik nog steeds graag zie. In 1994 besloot men een nieuwe verfilming van Frankenstein te maken en daarin is het monster eigenlijk meer tragisch, dus meer niet monsterlijk. Dus het woord monster is ook eigenlijk niet meer, eigenlijk, hoe moet ik zeggen, rechtmatig. Voor het schepsel om te gebruiken en het schepsel is eigenlijk een betere term. Ik kan blijven praten over Frankenstein. Wat ik zeg, in de verfilming deze met Kenneth Branagh als Victor van Frankenstein speelt Robert De Niro, die speelt het schepsel en hij doet het echt op voortreffelijke wijze, maar misschien ben ik ook wel een beetje bevooroordeeld, want ik vind Robert De Niro gewoon sowieso veelal een geweldige acteur. In ieder geval in de tijd voordat hij zijn carrière besloot door het scheidhuis te trekken met slechte films zoals Meet the Parents en Meet the Fockers en dat soort belachelijke films. Maar dat verder terzijde. Als eerste ga ik iets maken wat echt iedereen kan maken. Het is niet aangedreven door elektriciteit, het is niet gevaarlijk, het is vrij simpel te maken. En het is eigenlijk ja, onderdeel van het hele elektrische laboratorium. Wanneer je een lege bus oploskoffie zoals deze niet weggooit als die leeg is, hè, maar je spoelt hem om en je haalt het etiket eraf, dan heb je een hele mooie bus zoals deze en die gaan we gebruiken. Het deksel gaan we zeker intact laten, maar er komen nog wat toevoegingen op. Er komen met stukjes PVC komen erop, die aan het uiteinde plat gemaakt worden met behulp van het hittepistool en lijmklemmen. En daar komt eigenlijk ijzerdraad uit, wat in een soort veervorm naar beneden loopt en op de bovenkant van een blok hout komt. Dat blok hout gaan we onder andere maken van een stukje pellethout. Met daartussen, om het tegen elkaar aan te krijgen, wat smallere latjes. En Monique had nog een klok die ik er zeker op wil hebben. Dus deze. Die gaan we gewoon oplijmen. Verder had ik nog een oude blender. En de draaiknop ervan heb ik bewaard. En die gaat er zeker ook opkomen. Verder wil ik er zeker ook iets in hebben in die pot. We gaan simpelweg kijken wat we nog hebben qua insectjes, wormen vooral. Ik wil er wormen in hebben, in water. En die kun je sowieso heel simpel maken met doorzichtige siliconenkit. Een snijplank of wat ook nemen in de huishoudfolie. Stroken, siliconenkit erop doen met je kitpistool. Dat laten drogen en je haalt ze eraf en je hebt wormen, weet je wel. En die pot vullen met water natuurlijk. Ik kan blijven praten. Wat ik zeg, dit is een onderdeel van ongeveer 4 filmpjes. En we gaan het schepsel zelf ook zeker maken. Helemaal van papier-mâché. Met behulp van. Nou ja, goed, weet je, dat vertel ik terzijde tijd wel als dat project aan bod gaat komen.
We gaan beginnen. Ik ga eerst twee stukken uit dit zagen. Ik ga die latjes zagen, dat wordt allemaal tegen elkaar aangelijmd. Je ziet het wel. We gaan beginnen. Inmiddels aardig wat stapjes al verder. Die stukken van het pallethout zijn gezaagd. Met een oude balk deze twee tussenstukken gezaagd. En ik wil hem gewoon niet gaan schroeven. Daar vind ik het niet bij passen. Het is nogal een relatief kleine oppervlakte, dus werken met deuvels is ook een beetje overdreven. Dus ik ga het puur lijmen. Ik maak erbij gebruik van houtlijm en het lijmpistool. En lijmklemmen trouwens. Ik zal ze gelijk even de juiste diepte instellen. Want die wil ik er meteen zo snel mogelijk op hebben. Altijd eerst de houtlijm erop doen. Waarom? Eigenlijk vanwege het effect van het lijmpistool. Het lijmpistool is snel droog. En als je eerst deze doet en dan pas die, dan gaat het goed. Doe je het andersom, dan is waarschijnlijk je lijm van het lijmpistool al droog voordat je hier klaar mee bent. Dan zit je niet op te wachten. Zo, dat herhalen we nog een keer. Ik ga er vanuit dat vrijwel iedere klusser weet u dat je zoiets moet doen. Maar ik film het even voor de jongere kijkers. En dan zetten we de klemmen erop. Zodat het allemaal goed tegen elkaar aangeperst wordt. Terwijl het dat droogt, ga ik alvast aan de slag met het hittepistool, wat ik al eerder kort heb uitgelegd. Komen er op het deksel van die pot twee stukjes PVC-buis. Het uiteinde ga ik verhitten met het hittepistool en dan een lijmklem erop, kleiner als deze. En dan ontstaat een soort tuutje waar we later dus ijzerdraad in kunnen steken. Kijken hoe dat TR staat. Ja, dat is prima. 330 graden staat hier ingesteld. En uitkijken voor je handen even met het pistool werkt. Niet erbovenop, zo. Want dan gaat hij het door de buis heen op je handen, ben je niet blij. Eens kijken of het al voldoende is. Prima. Ja, dit
is natuurlijk ook weer zo klaar, hè? Want het is een kwestie van afkoelen en dan is het klaar. De stukjes PVC heb ik ook nog even schuin afgezaagd in een hoek van ongeveer 45 graden. En met het lijmpistool erop gelijmd. Nu tijd om dit te ontvetten met terpentine en buiten in de primer te gaan zetten. Om het uiteindelijk goudkleurig te spuiten. Oké, die dop staat buiten te drogen. Die is in de primer gezet. Dit is helemaal geschuurd. Er zit ook nog zo'n latje in. Dus dit is een mooi massief blok. Tijd om deze erop te gaan bevestigen. Ik weet niet zo goed wat dit voor materiaal is. Het is iets van ijzer. Dus ik wil dit zowel met siliconenkit als met het lijmpistool vastzetten. Zoals ik wat meer doe. Hè. Lijmpistool zodat het gelijk droog is. En om het op langere termijn ook goed te laten blijven zitten, doe ik de siliconenkit op. De klok hoeft het niet te doen. Het batterijtje kan eruit. En daarom plak ik hem er ook definitief op. Zodat dat brengt met zich mee dat de batterij niet meer vervangen kan worden. Maar dat hoeft in deze dus ook niet. Dit kan zo meteen zo hangen. Gewoon. En dan kan hierboven kan die draaiknop van die kapotte blender. Een paar puntjes siliconenkit erop. Er zitten vier punten, met een soort magneetje of wat dan ook, ik weet niet precies wat het is. Dat kan ik mooi eikpunten voor mezelf bij aanhouden, ezelsbruggetje en siliconenkit op te doen. Zo. Aandrukken. Hier ga ik geen lijnklemmen opzetten, want dan ben ik bang dat het kapot gaat. Dat dus. Dit is die draaiknop van die blender en er zit ook nog dit gedeelte in. En dit ding steekt uit. Ik kan twee dingen doen. Ik kan een gat boren dat hij er precies in past of ik haal dit uitstekende stukje eraf. Gaat dit allemaal in elkaar lijmen. Vul dit met het lijmpistool en plak hem er zo op. Ik kies voor het laatste. Nou, die dop ben ik aan het vullen steeds met het lijmpistool. Maar er gaat heel veel lijm in zitten. Dan moet die weer eerst opwarmen. Dus soms moet ik even wachten totdat ik hem verder kan vullen. Maar dat gaat verder wel. Zoveel in dat deze er wel op kan. Zo wil ik hem. Hij is warm, dus ik moet een beetje uitkijken. Dat idee. Kan je het een beetje zien? Ja. Goed, dat moet eerst op zijn gemakje ook afkoelen. Dit is het resultaat tot nu toe. Alles zit er opgelijmd. Dit nog afgekit, zodat het echt goed stevig zit. Deze met siliconenkit erop vastgezet, dat staat allemaal nog te drogen. En we bleken inderdaad nog wat rubberen wormen te hebben. In een verpakking met nog wat meer beestjes. Dus die zitten er alvast in. Voor nu even wachten tot alles droog is. De deksel met die PVC stukjes erop.
zat buiten nog te drogen, want die staat inmiddels in de goudspray. En ja, binnenkort tijd om alles in elkaar te gaan zetten. Ah, inmiddels een dagje verder. En hij gaat lekker. Wat hebben we inmiddels nog gedaan? Nou, deze, die worm, die dreef steeds naar boven als ik er water in deed. Daardoor zag je heel die worm niet. Dus wat heb ik gedaan? Water eruit. En die worm aan één kant met siliconenkit op de bodem vastgezet. Dat laten drogen, water erin en nu zie je hem prima. Dop erop, helemaal afgekit. Dus dit is nu gewoon helemaal waterdicht afgesloten. Die pot nog helemaal eronder ook vastgezet met siliconenkit. Ik heb zo'n bus siliconenkit genomen. Daarmee van het dunne ijzerdraad gedraaid. En dat zie je nu hier. En nummer 2 gaat zo meteen aan de andere kant erin. Dat doen we door een puntje in een vlammetje van een kaars te doen. Zodat hij warm wordt. En dan zo meteen duw je hem er zo in. Dat gaan we nu doen. Zo, even af laten koelen. En dan hier aan de zijkanten. Hier zit een schroefgat. En dat gaan we vullen met siliconenkit. En dan steken we dit uiteinde erin. Kan dat drogen. En dan kan dat geen kant meer op. En klaar. Ik heb hem even hier gezet. Zodat je wat beter die ijzerdraad krullen ziet lopen. En ja, ik moet zeggen, het is gewoon leuk voor een geheel gratis product. Daarnaast zie je iets wat momenteel gekweekt wordt. Dat is een grow in brains, growing brains in water. Dus grow in water hersens. Een vaas van de Xenos. En die hersens heb ik op eBay besteld. In de jaren 90 kon je die ook allemaal bij de Xenos kopen. Tegenwoordig is het in Nederland allemaal niet meer te krijgen. In ieder geval niet van de goede kwaliteit. Dus die heb ik besteld op eBay. En die worden dus ook nog ondertussen gegroeid. Ik heb er niks aan toe te voegen. Geef even een duimpje omhoog als je deze video weer kon waarderen. Klik op abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Ik zie je bij de volgende tutorial. Maar je weet het, hè. Ga dingen maken.